Dennis even weer hier voor een update voor de intocht van Sinterklaas, 12 november. Als het goed is, komt Sinterklaas op de plek achter mij aanvaren om zo Hoogkerk binnen te komen. Maar waar ik me een beetje zorgen om maak, is dat er nooit iemand in het brugwachtershokje zit om de bruggen te openen. Dus ik maak me wel een beetje zorgen of de brugwachter wel weet dat 12 november Sinterklaas in het land komt. Kijk, als we bij dit brugwachtershuisje kijken, dan kunnen we dus heel duidelijk zien geen brugwachter te bekennen. Ik weet ook niet of dat bij de anderen wel zo is. Als Sinterklaas nou wel door die eerste brug heen komt met de stoomboot, dan is het maar de vraag of hij wel door de tweede brug heen komt. Want daar is de brug van de suikerfabriek. Daar zit helemaal geen brugwachtershokje. Dus hoe moet hij eigenlijk open? Vrachtauto's genoeg hier op de brug naar de suikerfabriek. Maar een brugwachter? Ver te zoeken. Ik hoop toch echt wel dat we dit probleem kunnen oplossen. Dan nog het laatste obstakel. Die brug. En als ik dichterbij ga kijken, dan lijkt het toch echt alsof de luiken van het brugwachtershuisje dicht zijn. Kijk, echt dicht. Luikjes en al. Geen brugwachter te zien. Ook de deurkruk. Nee, op slot. Man, man, man. Wat een probleem. En we hebben nog maar een maand. Och jongens, ik word nou een beetje zenuwachtig hoor. Nou, je ziet het. Het wordt nog best een probleem om alle bruggen open te krijgen. Laten we eerst maar eens op zoek gaan naar de brugwachter. Dus ik hoop dat de brugwachter dit ziet en contact met ons opneemt. Wordt vervolgd. Oh, lieve.